Om note te speel is een ding, maar een ware pianist se kunst lê daarin om dit musikaal en boonop uit jou kop uit te kan doen. So meen die 16-jarige Heinrich Sutton, vanjaar se algehele wenner van die Atterbury Nationale Klaviercompetitie. Sy voormalige klavieronderwijzer Claudine van Breda was in 2011 een van die medestichters van die competitie. Om te verstaan hoe een compositie aan elkaar gezet is, is voor die pianis amper net zo lekker als om dit op die klavers te interpreteren. Voor mij is daar twee delen van klavier. Dat zijn noten en dan is daar de musicaliteit waarmee je noten speelt. En dat is eigenlijk een moeilijker deel. En mijn vorige muziekonderwijzer heeft altijd gezegd, als ik bezig is om niet musical te spelen, heeft zij altijd van mij gezegd, nee, je doet nou net noten. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste deel van klavier voor mij, is om graag musical te spelen. Hij schrijft juist zijn succes toe aan die onderwijzer, wat zijn talent 10 jaar lang geslijpt heeft. Juffrouw Claudine van Breda is vanjaar op die tweede dag van die competitie oorlede. Dit was baie emotioneel geweest en het was baie moeilijk geweest op die stadium. Maar ek het geweet, sy kyk van boe af en toe besluit ek, ek gaan net op die verhoog stap en ek gaan net mooi vir haar speel. Ek dink sy sou baie trots geweest het, want dit is ietsie waarvoor ons al lang gewerk het en dit was een van my lewensdoelwitte geweest. Heinrich se volgende doelwit is om die Russiese komponis Rachmaninoff se klavierkonserto nummer 2 saam met 'n filharmoniese orkes uit te voer. Na skool wil hy aktuariële wetenskap studeer, maar hy kan hom nie 'n lewe sonder musiek voorstel nie. Jy is in 'n ander wêreld, dis asof soos die buitewêreld net uitgeskakel word en jy is nou in hierdie heeltemal ander musiekwêreld wat net 'n ander, dis net 'n ander realiteit, ander reëls, ander alles. En dan voel dit soos asof jou hart oopmaak vir die klavier en dan kan jy net soos alles wat dis is 'n outlet vir my, so ek laat alles uit op die klavier. Eugenie Grigen, Eunice, Pretoria.